Ik ben Gert-Jan van de Heuvel. Wij hebben samen met mijn vrouw hebben wij een vleeskalverenbedrijf in Putten. We hebben 1300 rosé vleeskalveren. En dit doen we voor eigen rekening en risico. Ik ben Jan Oostrom, tomatenteler uit Moerkapelle. Daarnaast ben ik voorzitter van telerscoöperatie Oxygen Growers. Wij telen hier in Moerkapelle op 2,5 hectare losse tomaten. Ik ben Huip Bos. We hebben een akkerbouwbedrijf samen met mijn jongste broer Chris Bos. We telen akkerbouwproducten zoals aardappelen, uien, tarwe, mais, bieten. En aardappelen natuurlijk is hier het ding waar we eigenlijk voor staan, waar we de grootste problemen mee ondervinden. Wij worden enorm geraakt door de coronamaatregelen. De vraag naar kalfsvlees is door de sluiting van de restaurants bijna volledig weggevallen. De prijzen zijn dramatisch gedaald. Wij ontvangen een euro per kilo minder als normaal. Dat betekent een verlies van 180 euro per kalf. Dus wij leveren 2000 kalveren per jaar af. En dat betekent een schadepost van enkele honderdduizenden euro's. Nou, het coronavirus betekent voor ons bedrijf eigenlijk heel erg weinig. En dat komt omdat wij de oogst voor 2020 voor een vaste prijs verkocht hebben. Ik merk wel bij de telerscoöperatie dat het telers zijn die enorme schades lijden. We weten allemaal dat de horeca dicht is, dus daar wordt geen tomaat en komkommer meer gegeten. Nou, die komkommers worden wel geproduceerd. Die worden ook aangeboden aan de supermarkten. En als je heel veel aanbiedt en er is weinig vraag, dan betekent dat dat heel weinig opbrengt. Dus ik merk dat er zeker bij komkommer en losse tomatentelers enorme schades zijn. Wat betekent coronamaatregel voor ons? In het begin dachten we weinig impact. Ik was bezig met verkopen. Verkopen konden we niet eens worden. We dachten van nou, het komt wel. Toen kregen we het eerste coronageval. Toen kwam na 2 weken de fabriek van ja, het draait niet veel lekker meer. Die kocht niet meer bij. En op een gegeven moment dachten we ook van nou, het komt wel weer. Maar het zakte helemaal naar nul. En toen was eigenlijk het spelletje gespeeld. En je ziet nou het resultaat. We hebben hier nog een schuur met aardappels die eigenlijk al lang weg had moeten wezen. Verleden jaar was die ergens half april leeg. Kan wel later. Maar nu komen er vliegjes. En dat is toch van de rotte aardappels die gaan zitten te rotten. En die ik niet meer kan houden. Dat is een beetje het dingetje. De overheid heeft een particuliere opslagregeling in het leven geroepen voor rund- en lamsvlees. Daar hoort dus de vleeskalversector niet bij. De vrieshuizen liggen vol. De afzet is er niet. Dus wij zitten echt in de problemen. De regering heeft zeker oog voor onze situatie. Alleen voldoende moet ik helaas nee zeggen. En dat heeft te maken dat een teler van tomaten en komkommers aan moet tonen dat hij 75% aan de horeca levert. Nou, dat kan hij niet, omdat er altijd een bedrijf of een schakel tussen zit. Dus voldoet hij niet aan de voorwaarden om voor het noodfonds in aanmerking te komen. Dus krijgt hij niks. En dat is enorm frustrerend. Zeker als je erbij nadenkt dat bijvoorbeeld een teler van bloemen geen voorwaarden heeft en daar wel gebruik van kan maken. En een teler van groente en fruit, die heeft die voorwaarden helaas wel. En daar begrijpen wij helemaal niets van. Heeft de regering daar genoeg oog voor onze situatie? Ik hoop het. Het moet allemaal nog blijken. We hebben natuurlijk die steunmaatregel friet is tevoorschijn gekomen. Nou ja, en ik hoop dat we daar redelijk mee uit de voeten kunnen. Ja, je wil altijd meer. Het is 40% van de kosten. Als je het een beetje omrekent, ja. Het is nog een druppel op een gloeiende plaat, maar goed. Beter iets dan niets. Ik bedoel, we zijn daar dan toch wel content mee. Ik hoop dat het volgend jaar niet nodig is. Maar de angst is toch een beetje dat het volgend jaar ook veel te veel productie is. En dat we het hele jaar te veel productie hebben. Nu was het maar het staartje van het seizoen. En volgend jaar zitten we natuurlijk met een heel seizoen weer, als het goed gaat groeien buiten. Dus het weer moet ons redden, anders moet de overheid weer, gaan we misschien daar weer aankloppen. Nou, we hebben een gezinsbedrijf, we hebben 6 kinderen. Wij hopen dat een van hun dit bedrijf over gaat nemen. Maar ja, ik zie de toekomst wel zwaar in. Ja, hoe ik dan naar de toekomst kijk, ik denk dat er zeker een percentage bedrijven zijn die het heel erg lastig krijgen en waar ik me afvraag of ze het echt gaan redden. Ja. Hoe zien we dat in de verre toekomst? Ja,
wij kunnen nooit meer als een jaar vooruit kijken. Dus je kan er helemaal niks van zeggen. Als het komend jaar helemaal niet wil groeien en groeit Europees, wereldwijd ietsje minder. Dan zijn die aardappels misschien onbetaalbaar, maar je kunt je eigen nu niet voorstellen. En nu is het eigenlijk, het ziet er eigenlijk een beetje matig, een beetje somberachtig uit, zeg maar. De stemming is niet heel bijzonder. We verwachten er niet te veel van, maar ja, de andere kant kan dan enkel maar meevallen. En dat moet ook enkel meevallen, anders dan is het vak niet leuk meer. Ja, we weten allemaal over de gevolgen van de coronacrisis. Er worden maatregelen genomen, heel goed. Steunen we ook als SGP. Maar als je dan ziet wat de gevolgen zijn voor een bepaald bedrijf, een aardappelteelbedrijf, tomatenkweker, een kalverhouder, ja, dan komen die gevolgen toch wel even wat dichterbij. En dan zie je dat maatwerk echt nodig is. Goed dat er algemene maatregelen zijn genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, maar ook daar spelen allerlei belangen in al die sectoren. En daarom is maatwerk voor bedrijven is ook dringend noodzakelijk. En daar gaan we onze SGP met overtuiging sterk voor maken.